Ja, laat ik daar dit van zeggen. Ik denk dat een paar jaar geleden burgemeesters niet naar dezelfde studiemiddag gingen dan studenten. Ik denk dat dat al genoeg zegt. In deze nieuwe tijd, waar Richard en Kaat ook aangeeft, de wereld is echt een heel stuk complexer geworden. En je kan niet meer alles wel overwogen goed doen, als een van zijn uitspraken. Heb je elkaar heel hard nodig. Media, adviesbureaus, een veiligheidsorganisatie, je hulpdiensten, je GOR, je hebt ze allemaal nodig. Om ook in die communicatie goed op te trekken. Annabel Neerfens zei het ook, zorg er vooral voor dat al die verschillende communicatiekanalen dan op zijn minst dezelfde boodschap naar buiten brengen. Want daar heeft de inwoner van onze gemeente iets aan. Die wil één duidelijk verhaal hebben over wat er aan de hand is. Wij zijn een radio, televisie en internetzender. En internet betekent bij ons eigenlijk dat we zowel op de website als de mobiele website als verschillende apps bijzetten. Maar dat we ook heel actief zijn op het gebied van social media. En het is zelfs zo dat Omroep Brabant internet online, alles wat we online doen, uit heeft geroepen tot leading medium. Nou, op de eerste plaats gaat natuurlijk alles sneller en dat geldt ook voor ons. En dat betekent ook dat omdat er zo enorm veel informatie op je afkomt, dat je nog beter moet kunnen filteren, dat je nog sneller moet kunnen acteren. Maar vooral ook dat je dus open en transparant moet kunnen zijn als organisatie en mensen ook via social media moet laten weten waar je mee bezig bent. En dat vergt nogal een andere manier van werken. En dat is er niet één die van oorsprong misschien bij journalisten hoort. Alleen al om het feit dat er bijvoorbeeld nu geen deadlines meer zijn. Of liever gezegd dat er altijd deadlines zijn. Ja, dus dat je elke minuut van de dag op het moment dat er nieuws is moet kunnen publiceren. Terwijl je voorheen alleen voor een radio- of tv-uitzending werkte. En dus echt de tijd had om naar een uitzending toe te werken. Nou, dat is voorbij. En dat is denk ik een van de grootste omslagen die ook wij als mediabedrijf hebben gemaakt in de afgelopen jaren. Belangrijkste tip is in de nafase, ga heel goed kijken en goed doordacht kijken wanneer en waarvoor je sociale media inzet en met name waarom. Hou dan wel rekening mee dat als je sociale media inzet bij de crisis, dus in crisiscommunicatie, hebben mensen ook verwachtingen. En aan de andere kant, heel veel mensen zitten niet op sociale media te wachten in de nafase, omdat ze genoeg hebben aan zichzelf en die interactie doen ze heel vaak offline. En dat heb ik ook heel veel gehoord wel van mensen die een ramp hebben meegemaakt. En die zijn dan meer op zichzelf. Die willen dan informatie, maar dat kan ook via een website. Dus ga heel goed doordenken wat je daarmee gaat doen. Sociale vaardigheden horen, dat is de onderlaag voor mij van sociale media. Als je dat niet goed doorhebt hoe dat werkt, die sociale vaardigheden, dat je niet alleen moet zenden, maar dat je echt in interactie moet gaan, ja, dan gaat er echt iets mis. Dus dat moet eerst in orde zijn. En dat is voor mij wel, ja, wel een basisvoorwaarde, zeg maar. Elke keer als er een grote groep mensen samenkomt of samen is online, er zit een social media component in en het gaat mogelijk over ellende. Nou, dan kom ik even kijken. Dus dat is eigenlijk toe. En vanmiddag ga ik een praatje houden. Over Project X Haren en de donkere wolk die boven Nederland hangt. En aan het eind ga ik vragen of iedereen wil meedenken. Want ja, volgens mij is dat heel goed voor Nederland. Als we samen hierover na gaan denken, dan komt het goed met het land. Ik denk dat het heel erg goed is om te beginnen met luisteren. Je hoort dat heel veel organisaties denken, oh, sociale media, daar moeten we iets mee. Dus die gaan dan meteen alles uit de kast halen. Terwijl ik denk dat het goed zou zijn om eerst te kijken van wat wordt er nou eigenlijk over je organisatie gezegd. Om je echt eens te verdiepen in verschillende tools die je ook kunnen helpen. Want heel veel organisaties zeggen van ik kan geen wijs worden uit de hele brei aan informatie. Maar er zijn echt heel veel slimme en gratis tools ook die je kunnen helpen om wat meer je te kunnen richten op wat er wordt gezegd en daar ook handig op in te kunnen spelen. Dan denk ik dat sociale media eigenlijk niet meer weg te denken zijn uit ons dagelijks werk tijdens crisis, maar eigenlijk ook gewoon. Want het is zo dat het één van de communicatiemiddelen is geworden. En dat het niet bijzonder is, dat het niet anders is. Maar dat je wel rekening moet houden met het feit dat het sneller is. Dat er meer interactie wordt gevraagd. En dat je bereik natuurlijk veel groter is. En dat is iets waar je als communicatieadviseur, maar eigenlijk ook vanuit heel veel andere functies, wel bewust van moet zijn. In de
tijd dat er nog geen sociale media was. We te maken hadden met kranten en met brieven. En nou ja, lang geleden toen je broek nog met een lange oe schreef. In die tijd konden burgemeesters even afstand nemen. En voor ons vak is het wel heel belangrijk om, zeker in crisissituaties, heel even een stap terug te doen. Goed na te denken. Wellicht even je laten adviseren. En na 1 of na 2 uur de juiste stappen zetten. Want tijdens een crisis zijn het de hulpdiensten die acute hulp verlenen. Door social media worden wij wel gedwongen om in ieder geval te overwegen ook binnen een paar seconden te reageren. En dat heeft dan alles met die duiding te maken waar het vanmiddag ook al vaak over is gegaan. Wat doe je als burgemeester? Bewaar jij de gepaste afstand om wel overwogen actie te kunnen ondernemen? Of ga jij mee met het dilemma waar ook de nieuwszenders mee zitten? Je moet binnen een paar seconden reageren, want anders reageert het publiek.